De man die vorige week in Ypenburg stierf na een tramaanrijding was dronken. Dat blijkt uit het toxicologisch onderzoek. Hij had een alcoholpromillage van 3,6, dat gelijk staat aan 14 glazen alcohol. De 39-jarige Poolse man kwam op de Rijswijkse landingsbaan onder een tram en overleed ter plekke. Volgens het Openbaar Ministerie is hij bij de halte voor de tram geduwd door een 15-jarige Hagenaar. De tiener was samen met een andere 15-jarige en een man van 18 bij de halte. De advocaat van de 18-jarige medeverdachte zei eerder dat de man niet met opzet onder de tram werd geduwd. Het slachtoffer zou zich dronken hebben opgedrongen aan het drietal. De ondergang van buurthuis De Mussen komt steeds dichterbij. Wethouder Martijn Balster is niet van plan extra geld te geven. Dat zou belonen van slecht gedrag zijn, vindt hij. De Mussen verkeert al jaren in financiële problemen. Het oudste buurthuis van Nederland komt structureel 300.000 euro tekort. De komende tijd komen 4 rapporten uit over de financiën en organisatie van het buurthuis. Daarna moet blijken of de gemeenteraad daarin nog aanknopingspunten ziet om toch extra geld te geven.